Wij vinden dat, uh, dat er onder de bevolking heel veel positieve ideeën zijn. En dat er heel veel uh, um, um, initiatieven zijn die ook nou ja, voor een, een, een mooiere omgeving en een fijnere leefomgeving zouden kunnen gaan uh, zorgen. Maar uh, dat moet wel goed naar buiten gedragen worden. En, en wij vinden dat we daar een, 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 ja, met, met, professionele, met een professionele participatie manier uh, uh, dat moeten we gaan verzamelen en bij elkaar krijgen en, en op die manier mooie en positieve dingen naar, naar buiten te krijgen. Ja. Nou schorten we de laatste tijd wel een beetje aan de participatie, de samenwerking, het contact tussen de inwoners en de gemeente. Is dat ook een reden dat jullie uh, jullie zelf uh, ja, verzameld, verenigd hebben? Uh, natuurlijk, maar waarom juist dit moment is? Omdat we natuurlijk net een nieuwe wethouderparticipatie hebben. Dus het is goed om dat momentum mee te pakken en om uh, daar uh, hopelijk de handen ineen te slaan. En, en uh, samen tot. Het, het, een, een, een goede en een, een mooie participatiedemocratie te komen. Ja, want we hebben wat voorbeelden. Hè? De voetbalfusielocatie in Egmonden. We hebben mooier bergen in de Bergbinnen. Uh, in school is er nog wel wat uh, over de Herenweg te zeggen. wat er uh, anders zou kunnen. Dat zijn voorbeelden waar jullie een rol in willen gaan spelen. Nou ja, dat zijn projecten die nu al lopen. En daar is al heel veel over gezegd en heel veel over gedaan. Wij willen vooral naar de toekomst kijken. Wij willen vooral kijken naar de. Kleinere dingen, maar ook de grotere dingen die nog gaan gebeuren, die nog uh, op stapel komen te staan. En, en misschien dingen waarvan wij nu nog geen weet van hebben, maar die toch uit de, de, de samenleving naar boven komen. Om, daar, uh, om dat vorm te geven. Ja. Jullie vragen ook nadrukkelijk inwoners om. Met ideeën, voorstellen, onderwerpen te komen? Nou ja, wij willen vooral dat platform zijn. waarbij als er inwoners ideeën en dingen hebben. dat ze dat bij ons daarbij terecht kunnen komen. En dat dat ook dan breed gedragen gaat worden. Niet dat het op, op, uh, op alleen maar voor, van één individu gaat. maar dat het misschien. Uh, dat, dat iemand met een idee komt. en dat dat dan gepeild wordt. Dat er, dat er binnen de kern gekeken wordt. Hoe dat, uh, of daar meer draagvlak voor is. En op die manier dat in een goede vorm te gieten. en daar met een, met een voorstel voor te komen. Ja. Maar is dat niet eigenlijk een taak van de gemeente om die participerende rol te faciliteren? Um, dat is ook een rol van de gemeente, maar ik denk dat wij als burgers daar ook heel veel kennis uh, onder onze burgers hebben en dat, dat, dat elke hulp heel goed meegenomen is. Ja.